Deze man gaat helemaal los. Voorzitter, ik doe niet mee. Ik weiger vanuit het diepst van mijn wezen om te tekenen voor het opgeven van mijn vrijheden. Ik weiger om mee te werken aan het mogelijk maken van het instellen van dictatoriale maatregelen. En daarom stem ik tegen dit wetsvoorstel. Heer Van Hattem. Een verkiezingsuitslag waaraan voorbij wordt gegaan door dit met stoom en kokend water door te drukken. Effectiviteit die niet nauwelijks te toetsen is. Evaluaties niet hebben plaatsgevonden. Kortom, er zijn een hoop zaken onvoldoende gewaarborgd. Bovendien een noodbevoegdheid met een bijna onbegrensd aantal mogelijkheden. Een Eerste Kamer die zichzelf voor een groot deel buitenspel laat zetten met deze wet. Kortom, voorzitter, er zitten hier zoveel erge kanttekeningen aan. Zoveel diep ingravende schendingen van de grondrechten die mogelijk zijn. Vrijheidsbeperkende collectieve maatregelen die mogelijk worden gemaakt. Kortom, iedere dictator in de dop zou zich bij dit wetsvoorstel zijn vingers aflikken. Dus wij als PVV-fractie zullen tegen dit wetsvoorstel stemmen. Mag ik de mensen op de tribune verzoeken om u niet te mengen? Ik heb een hekel aan... Uw betrokkenheid wordt natuurlijk gewaardeerd, uw aanwezigheid ook. Maar het is niet toegestaan om u op die manier te mengen. U wordt hier vertegenwoordigd beneden en dat is voldoende. Ja, nee, dat is voldoende. Dan, ja. Zakelijk is er sprake van een stevige democratische controle en van een zorgvuldig proces. Ook wil ik, in debat heb ik dat ook gedaan, nog een keer verwijzen naar de roman De Stad der Blinden van de Nobelprijswinnaar José Saramago. Die laat zien dat samenleven ten tijde van een crisis een grote opgave is. Stek erin. En daarom is ook wetgeving noodzakelijk om kwetsbare burgers te beschermen. Ja, tuurlijk. Kwetsbare burgers nog kwetsbaarder maken en dan opkomen zeggen van... oh ja, wij komen op voor de kwetsbare burgers. Vlek toch op, man, ChristenUnie. Ik heb mijn fractie ook geadviseerd om voor deze wet te stemmen. We hebben daar een zorgvuldig debat over gevoerd. De dilemma's zijn ter sprake gekomen. Voor ons valt de balans uit naar het belang van bescherming van de volksgezondheid voor de burgers. Met de nodige waarborgen die deze... GroenLinks die zit natuurlijk, die wordt helemaal nat van die fucking klimaatclausule die erin zit. Zodat als het klimaat te erg wordt, dat een gezondheidscrisis kan worden. En dat dan inderdaad ook lockdowns kunnen worden... Nee, wacht, dat is geen aanhalingstekens. Ik neem aanhalingstekens terug. Gewoon lockdowns kunnen worden ingevoerd op basis van het fucking klimaat. De wet met zich meebrengt. En het alternatief van noodverordeningen spreekt ons niet aan. Dus vandaar dat wij voor deze wet zullen stemmen. De Eerste Kamer staat geregeld buitenspel. En als ze in het spel zitten, zijn ze waarschijnlijk te laat aan de beurt. Dus dat is al een reden om tegen te stemmen. Maar de belangrijkste reden is dat we, als we het over grondrechten hebben, en dat zeg ik ook tegen mijn medesenatoren, dan gaat het om het beschermen van minderheden. Nee, meneer Nicolai, u kunt niet... Ogenblikje. U kunt niet in uw stemverklaring uw medesenatoren weer adresseren, want dan krijgen we een vierde termijn. U kunt alleen vertellen waarom u voor of tegen iets stemt. Ja, dan ga ik uitleggen waarom ik wel tegen deze wet ben. Waarom zit dit in de politiek, jongens? Het is mensen er neer die daadwerkelijk bekwame sprekers zijn, jongen. God, nonnenju, is dat zo moeilijk? Deze wet, publieke gezondheid, is het paard achter de wagen spannen. We moeten eerst de corona-aanpak gaan evalueren voordat er met deze wet grote inbreuken op de grondrechten van miljoenen Nederlanders worden gemaakt. En het is ook bovendien nog een knip-en-plakwerkje van de tijdelijke COVID-wet. En wat wij in onze afweging om hierover te stemmen hebben gezien, dat bij deze WPG hetzelfde cynisme wordt toegepast als bij de pensioenwet. Dat dit nog snel even aan het eind door de Eerste Kamer wordt gejast, waarbij de Eerste Kamer zichzelf ook nog volledig buitenspel zet. Kortom, dan kan de Eerste Kamer zich beter afschaffen, dus wij stemmen tegen. Oké. Voor het wetsvoorstel hebben gestemd 49 leden, daartegen 24 leden, zodat het wetsvoorstel is aanvaard. Hiermee zijn we gekomen aan het einde van de stemmingen. Ik schors de vergadering voor een kort ogenblik. Ja, dus we zijn gewoon fact. Hè? Als er nu dus een of andere kutreden is, zoals de hele farmaceutische industrie, die met allerlei rare subsidies vanuit Amerikaanse belangen en allerlei globalistische belangen een of andere kutvirus of een andere reden op onze maatschappij wordt doorgedrukt, die uiteindelijk helemaal wordt gepusht door allerlei mediabedrijven die iedereen angst aan lopen te zaaien, die alleen maar gecontroleerd zijn, ook door nog meer centrale machten, dan kunnen ze gewoon totale controle pakken over onze gehele maatschappij. En dan worden al die maatregelen die geen fuck zin hebben gehad, die uiteindelijk alleen maar schadelijk zijn geweest voor alle individuen, die kunnen ze gewoon
ja, kunnen ze gewoon opnieuw uit gaan voeren. En gaat er een evaluatie plaatsvinden? Ja, wie weet, misschien niet, misschien wel. In ieder geval, het heeft in ieder geval helemaal geen reet nut meer, want de wetgeving die is er nu doorgedrukt.